Kunstenaar Armando is zondag 1 juli op 88-jarige leeftijd overleden in Potsdam. In Amstelveen staat hij vooral bekend om zijn kunstwerk Ter Bogen. Wij laten ter nagedachtenis aan hem nogmaals de reportage over het tot stand komen van het kunstwerk zien. De wereld om ons heen is gevuld met kunst. Soms vind je een kunstwerk mooi, soms grappig, soms lelijk, soms onbegrijpelijk. Maar het is wel zo dat hoe meer je weet over een kunstwerk, hoe mooier je het gaat vinden. Bijvoorbeeld door je te verdiepen in hoe het kunstwerk is gemaakt. Het idee voor Der Bogen is eigenlijk gaandeweg ontstaan. Dat begon in 2013. Toen hadden we hier in het Cobra Museum een mooie tentoonstelling van Armando's meer recente werk. Het heette Armando versus Armando. En dat was een tentoonstelling waarin we ook zijn schilderijen hadden samengebracht met een aantal van zijn sculpturen. En eigenlijk ontstond gaandeweg van die tentoonstelling het idee van wat ontzettend jammer, of eigenlijk vreemd, dat er geen mooi groot beeld van Armando in de openbare ruimte in Amstelveen staat. En toen is vanuit de gemeente eigenlijk de uitnodiging aan Armando gedaan van: zou je voor ons een beeld willen realiseren voor het Stadshartplein? De gemeente heeft mij de opdracht gegeven om op het Stadsplein een monument te maken. Nou, ik had eerst een ander idee en toen dacht ik ineens, kwam ik ineens op het idee van de boog, Der Bogen. Dit is de zone waarin je dus de fundering gaat plaatsen en dan kan je die bedenken in de lengte van het grijze gedeelte van de fontein. Kun je aangeven waar die ongeveer zou moeten komen? Armando wil graag. Kun je het even uitzetten waar die ongeveer zou moeten komen? Vanaf hier tot aan hier is 2,5 meter. Ik wil hem zoveel mogelijk volgen. Ja, hij wil hem zoveel mogelijk volgen. Dat gaan we afhalen. Ja. Nou, dan laten we daar een overleg met de constructeur naar kijken. Gieterijen uit Kuik heeft die opdracht gekregen vanuit de gemeente Amstelveen en uiteraard Armando. Een maand of 6 geleden is hij begonnen met boetseren, hebben wij de gietmallen gemaakt. Dan zijn de gietmallen vervolgens getransporteerd naar onze gieterij in Kuik. Het beeld is in delen opgebouwd. We hebben het ook in delen gegoten in brons.
zoals zonlicht door water geraakt een regenboog zichtbaar maakt, is in de boog onzichtbare symboliek die wij gaan koesteren als een reliek. Het is vooral een geheim. Wij willen dat geheim met jou delen. Ga je mee door de bronzen poort, want in de boog, ongeveer daar, verstopt de Amstelveense kinderen een boodschap. Een tekst, geschreven op papier, verpakt in kant. Een woord die de symboliek prachtig duidt. Dit plein is het kloppend starthart van ons leven. Kijk, man, de boog, naast de fontein. Daar wil ik zijn, met jou. Blijven we daar even? Ik geef heel graag het woord aan Mirjam van het Veld, onze burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes, wat fijn dat u gekomen bent. Met dit kunstwerk schetst Armando een blik op het stadsplein. Vandaar ook het door hem geschilderde oog op het doek dat u nu nog ziet. Een groot kunstwerk dat direct in het oog springt. De Bogen is daarmee een blikvanger van formaat. Een kunstwerk dat letterlijk en figuurlijk kan worden gezien als de toegangspoort voor bezoekers aan ons stadshart. Het verbindt het plein met zijn omgeving en de vele bezoekers en gebruikers. En ik kan mezelf eigenlijk nu al verheugen op de toekomst. De herinneringen die het kunstwerk met zich mee gaan brengen. Een jong verliefd stel, onder de boog, hun eerste kus. En dan voor altijd denken aan dat moment hier onder die boog. En nu wil ik het graag gaan onthullen, maar niet voordat we een heel, heel groot applaus hebben gegeven voor Armando, die dit voor ons heeft mogelijk gemaakt. Nationaal en internationaal veel mensen het ook zullen bekijken. Ik denk dat het heel mooi past bij Amstelveen en ik hoop dat mensen daar mooie herinneringen aan gaan krijgen.